hoe langer dat al geleden is, hoe historischer dat het wordt en legendarischer en hoe meer de sterke verhalen zich ontwikkelen. Nou, dat is natuurlijk geweldig als je ervan uitgaat dat er dus, ik weet niet hoeveel bussen vertrokken uit Breda, maar ik dacht toch zo'n kleine 20.000 Breda supporters. Het is hier bijna altijd feest, maar dat was een erg groot feest, moet ik zeggen. Maar zulke feesten op dat moment, ja, je kunt eigenlijk niet meer terugdraaien. Dat heb je pas als je tien jaar gestopt bent met voetballen, dan besef je pas eigenlijk wat voor een mooi moment dat is geweest. Zoiets eigenlijk nooit meegemaakt. Dat had met de bevrijding niet. Ik ben 85, hè, dus ik heb het allemaal een beetje meegemaakt. Nee, dat was voor mij het grootste wat ik ooit in Breda meegemaakt heb. Wat er toen op gang kwam met bussen vanuit Nijmegen en Breda, dat was toen al uniek. 1973. Is het jaar waarin Peppi en Kokkie voor het eerst op de Nederlandse televisie verschijnen, de Tour de France start in Scheveningen en Nederland gebukt gaat onder een oliecrisis. Maar 1973 is ook het jaar dat voor het eerst in de historie van het Nederlands betaalde voetbal een bekerfinale uitmondt in een groot spontaan volksfeest. Ik denk, bus! Jan! Jongen! Ik zeg net tegen Jan, het is stoken dat bus niet kan. Hey Jan! Jan heeft al lang niet meer. Jan heeft al 100 jaar niet meer gezien. Leuk man, dat je me ziet. Je bent nog steeds trainer, Jan. Weet Fransje, goed jongens. Ja? Tijd geleden, ja. Ik heb niet te klaar. Nee, niet doen dan, hè. Ik ben wel een beetje stram en zo, maar ja, als maar dat alles is. Ja. Dat is de leeftijd. Dat was vroeger al. Dat is de leeftijd. Ja, denk ik ook wel. Zeggen ze. Allemaal wat stramme woorden. Dat is wel een beetje jammer. Op de knieën kapot, hè. Maar het is wel. Toch zie ik wel niet veel met nu en toen. Nou. Een beetje dikker. Ja. Ik moet bij Willems komen voor de wedstrijd, want dan was ik een paar weken geblesseerd geweest. En Geert, je hebt mij natuurlijk niet op tijd opgelapt, laat me het zo stellen. En toen moest ik bij Willems komen en die zei tegen mij, ik durf toch niet met jou te beginnen. Want als je toevallig begint en je valt weer uit, dan hebben we een wisselspeler nodig. Jij bent eigenlijk een hele verrassing, dat je speelde. Ja, dat speelde Jan. Maar ik ben er wel ingevallen. Ik klapte hem op, dan waren we bij Wageningen. Dan heb ik hem net zijn knie ingetipt. En even later zat ik weer uit, dus die klep van die tafel. Hij zei je pillendoos niet bij. Toen konden we echt niet bij mij komen. Ik weet het nog. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Uit die tafel zelf wel die klep nog wel een. Dan moest ik weer op bed. Het seizoen 1972-1973 is een typisch NAC-seizoen. Een ondermaatsjaar in de Eredivisie wordt afgewisseld met positieve uitschieters. Zo wint NAC op 1 oktober 1972 van Ajax, dat 3 dagen eerder voor de eerste keer in de historie wereldkampioen is geworden. Later ziet het publiek een compleet andere wedstrijd. NAC komt op voorsprong door het doelpunt van Ad Brouwers. Toen hadden ze net de wereldbeker gewonnen en ik moest naar de wc en dat was toen zo dat je had de kleedkamer van de gasten, van de tegenstander, en daarnaast was een wc'tje onder de tribune. Hè. Mensen die het gezien hebben, die weten wel precies wat ik bedoel. Dus ik zat op de wc van de zenuwen en ik denk, mijn god, wat hoor ik toch allemaal? En ik hoorde zoiets van zo'n beetje geneurie en zo. Nou, nog eens goed luisteren en ik onderkende de tekst van
I'll never drink again. En er was zo'n soort mantra. Het was bizar gewoon om te horen. Ik denk, wat hoor ik toch? Nou, er waren die gasten van Ajax die gewoon nog op de bankjes zaten te wachten tot de wedstrijd begon. Maar die zaten nog uit te vieren of uit te snurken van die wereldbekerwedstrijden die ze gespeeld hadden een paar dagen van tevoren. Dus ik denk, nee, dat is toch niet waar. Dat zongen ze. Dus ik terug naar onze eigen kleedkamer. Ik zeg, nou jongens, als ze ooit te pakken zijn, dan moet het vandaag zijn. Meestal van Nederland herinner ik me natuurlijk weinig, dat begrijp je wel. Ik heb heel weinig verloren, moet ik zeggen. Dus, maar ik kan dat echt niet meer herinneren. Maar het zou heel goed kunnen, hoor. NAC vond ik een hele moeilijke tegenstander. Altijd geweest. Ja, die hadden van tevoren, zelfs dacht ik, de wereldbeker gewonnen. Dat zou je aan Adi Brouwers moeten vragen, want die zat op de wc. En dat was in het oude stadion nog vlak naast de kleedkamer van Ajax. En die hoorde al en ik kwam terug. Hij zei, nou, die mannen die zijn aan het gekheid maken. En het is net of ze een amateurwedstrijdje spelen. Er is niks gaande. En toen hebben we die wedstrijd tegen Ajax was inderdaad, dat was het keerpunt. Toen heb ik twee keer gescoord. Ja, dat is ook nog wel een leuk. Kovac, de trainer van Ajax, grijpt dan in en wisselt Cruijff voor Muren. Maar NAC blijft de betere ploeg. Brouwers wordt weggestuurd door Bies en zorgt voor 2-0 in de 70ste minuut. Het is misschien raar, maar we hebben van de week echt op deze manier van spelen, op deze tactiek dus, met het middenveld er zo snel mogelijk uit, hebben getraind. En dat doen we trouwens al een paar weken, maar vandaag kwam het er nou eens echt fantastisch uit. Toch hadden we in principe een heel goed elftal. We waren allemaal gewoon talentvolle spelers, goede spelers. We moesten het van het voetbal hebben. En af en toe waren er jongens bij die als het nodig was, de schoffel hanteerden. Maar echt stevige gasten. Arie de Motte kon dat, Geert van der Dries, Frans Vermeulen. Een fantastische kracht op middenveld jarenlang. De meeste spelers, ik vertelde, die kwamen vanuit de jeugd, maar die zijn opgevoed in een bepaalde hiërarchie. Het was als je pas bij NAC kwam, ik was ook 16, 17 jaar, met mijn, had ik mijn tasje en ik durfde mijn onderbroek niet uit te doen, om het zo maar te zeggen. Maar dan werd door de oudere spelers, Theo Laasoms, werd gezegd, oh, daar is een haak, daar mag jij gaan zitten. En zo ben ik in de voetballerij gekomen, begin jaren 60. Maar zo ook alle andere jongens. En van Lievelee, ja, dan word je vast de eerste elftal speler, heb je al meer te vertellen. En daar wordt ook wat meer geaccepteerd. Dat ging gewoon heel geleidelijk. De jongere spelers werden opgenomen door de ouderen. Maar ze moesten wel luisteren totdat iemand wat hoger op de ladder kwam. Nou, ik denk dat ik dat tegenwoordig niet hoef te vertellen hoe mensen erover denken, want die regelen dat zelf. Daar had je die Grammas achter, maar die kon en schoffelen, maar die kon ook heel goed voetballen. Jan van Gorp, die overigens net ook niet meedeed. En Stanley Bies was natuurlijk een handige spits. Frans Bouwmeester is niet te vergeten. Hartstikke een motor op middenveld en ook een goede voetballer. Frans is echt, was een geweldige voetballer. Zo zie je er ook maar weinig. Die zo vanuit het midden zo iemand een bal zo op zijn pantoffeltje kan leggen, op zijn stropdas. Wij waren inderdaad nog echte klassieke buitenspelers. Hè? Dus krijt aan de schoenen en de achterlijn zoveel mogelijk zien te halen. Wat je nou ziet is dat er heel veel buitenspelers gewoon naar binnen trekken en dan met andere been dus proberen af te werken. En enkeling lukt dat ook geweldig. Ik zie geweldige doelpunten op, moet ik zeggen. Maar het is wel typisch, dat was in onze tijd helemaal geen item. Het was altijd als je de bal kreeg. De langs en vooral langs de buitenkant, een beetje Koen Moulijn, die heeft daar de trend voor gezet, zou ik maar zeggen. En dan van de achterlijn dus voortrekken, dat was de voornaamste rol eigenlijk. Zoveel jaren lang al is ons NEC de parel van het... Ik wist niet eens dat hij hier stond, joh. Nee. 1996. Oh, 1996 is het stadion weggegaan. En sindsdien hebben we een betonnen bak. Dit is heilige grond. Ja, even kijken hoor. Ja, daar was de ingang. Even kijken, hier het clubhuis zo'n beetje.
En dan verder op het trainingsveld. Dan zal het wel drassige grond zijn met de zweet van ons allemaal wat er ligt natuurlijk. Maar... Hier, ik denk, even kijken, hier liep die weg. En dan had je hier het clubhuis, ja. Hier. Ja, het is allemaal weer zo lang geleden, joh. Ja, die mensen die hadden geluk, die konden vanuit het dakraam konden die de wedstrijd gratis volgen. Dit was de ingang. En dat je hier was helemaal niks. Ja, en daar, ja, het café. Café de Cordia. De B-side, de meest rumoerige supporters van de Bredaanse voetbalvereniging NAC, treffen elkaar niet alleen op de tribunes, maar sinds kort ook af en toe in rumoerige bijeenkomsten in de kantine. Dan praten ze na over de knokpartijen, over de reizen naar de uitwedstrijden, over de confrontaties met de supporters van de tegenpartij en de politie. Maar ook over de mogelijkheden om je nog meer voor je eigen club in te zetten. Want de B-siders hebben alles over voor NAC. Ja, dat was eigenlijk gemakkelijk met zowel uit- als thuiswedstrijden, dat je na de wedstrijd gewoon op een gegeven moment hier terecht kwam. Hè? Met de uitwedstrijden kwam met de bus en dan ging je gelijk hier naartoe. En met thuiswedstrijden had je eerst nog... Ja, het spelen zomaar uiteraard. En later ging je dan ook weer hier naartoe. Ja. De kleedkamer. Dat is jouw bekend terrein. Nee. Ik vergelijk het alleen met de oude kleedkamer, waar je eerst een paar trapjes af moest. Waar je kop stoot tegen die huis. Maar je hebt tegenwoordig niet meer die echte Van Loens en dat soort jongens. Ja, Pelle was wel een voorbeeld daarvan. Ja, maar vind ik ook wel een voetballende spits, hoor. Ja, ook een voetballende spits, wel, zeker. En die is ook gegroeid, hè. Ja, die is ook gegroeid. AZ was een stuk minder, hè. Jo, ben jij dit? Oh ja, dat is een zwarte. Ja. Alles is er geverfd. Nadat NAC in de eerste ronde van de KNVB-beker is vrijgeloot, volgt in de tweede ronde een thuisduel tegen Ajax. Doelman Jan de Jong, hier samen met zijn 13-jarige kleinzoon Sam, koestert die wedstrijd nog altijd. Even oefenen, ja, kom maar. Ik loop hier al 60 jaar rond. Mijn vader heeft hier altijd een kraam gehad waar hij de bier en de limonade verkocht. Daar liep ik als 8-jarige jongen, hier liep ik daar al mee. Op mijn 15e heb ik mijn eerste contract bij DFC getekend. Een 8 jaar contractspeler geweest voordat ik naar NAC ging. En toen ik bij NAC gestopt ben ik naderhand hier weer teruggekomen als keeperstrainer, wat ik ook 15 jaar gedaan heb. Dus ik heb hier nog wel een verleden, ja. Doe je het nou? Dat blijft natuurlijk nog steeds, ja, het is een hoogtepunt uit je carrière, dus dat doet je altijd nog wel wat. Die sfeer en ja, het is eigenlijk toen een roes voorbij gegaan en nu blik je erop terug en dan... Dan zeg je, nou, ik zou het me graag een keertje over willen doen. Dat was vlak voordat ik stopte en toen Kovacs, die had het elftal gemaakt, daar stond ik in. Maar door omstandigheden stond ineens Rep in het elftal. Het was voor mij een fantastisch jaar. En ik kan het me nog heel goed herinneren dat ik eigenlijk de eerste keer in de basis stond tegen NAC. Even kijken, ik ben gestopt in 73, dat was in 73. Ja, dat was voor mij eigenlijk een hoogtepunt. Want ik heb daar al ruim een jaar voor lopen knokken.
om Sjaakje voorbij te gaan? Dan moet ik of licht geblesseerd zijn, dat ik gezegd heb nou, dat hij me een beetje rust gaf. Anders kennen die. Want ik keek niet eens naar de opstelling, ik stond er altijd in. En dat was ook al uitzonderlijk, nou, want dat was het Ajax van de drie Europa Cups. Cruijff, Neeskens, Keizer speelde mee. Hulshoff en Blankenburg en nou, die gasten, ik kan het allemaal nog zo opnoemen. En toen moesten we voor de beker ook tegen Ajax. Dus ik denk dat die al wel met lood in de schoenen min of meer naar Breda kwamen. Ja, nou twee keer in één seizoen van Ajax winnen, dat zit er niet in. Ze waren eigenlijk niet zo heel bang van Ajax. Ja, toen maakte eigenlijk vlak voordat zeg maar de reguliere tijd maakte al pakken, maakte de 2-2. Ja, in de verlenging scoorde ik 2 minuten voor tijd, scoorde ik de 2-2. Ja, en daarna werd het strafschoppen. Ja, ik had natuurlijk een vrij goede wedstrijd gekiept, dus je blaakte van het zelfvertrouwen. En ja, op een gegeven moment, ik denk dat Ajax toch ons een beetje onderschatte, want ook die strafschoppen, dat lukt dan nog wel. Als je penalties hebt, dat is een loterij. Dat is nu, en dat was toen de tijd ook al, een beetje geluk hebben dat je zelf scoort. Ik heb ook nog de eerste strafschop genomen. Ik had bij NAC nog nooit een strafschop genomen, maar ik zat zo in die wedstrijd en ik schopte de eerste strafschop ook binnen. Ik weet alleen dat ik een penalty gemist heb. En ik was de derde bij Ajax. Het was Arie Haan. Nou, ik wist 100% zeker dat hij me recht zou schieten. En dat kwam ook dus uit en ik lag er al, dus ik had hem. De tweede Hulshoff, ik denk, nou die zal niet de andere hoek nu nemen. Dus ik was er ook weer van overtuigd dat hij rechts zou komen. En ook inderdaad kwam hij weer recht, van mij rechts en ik pakte hem weer. Ik weet mijn voorgangers niet meer, maar wij misten er 3. En toen lagen we eruit. Die zaak zwart, ik denk, nee, nu zullen ze wel van een hoek veranderen. Mijn penalty ging als volgt, ik weet niet meer precies wie de keeper was, maar die gaf me een hoek. Dus die ging bij de ene paal heel dichtbij staan. En toen bracht hij me toch een beetje in de war van, hey, waar zal ik hem inschieten? En dat was het moment dat ik hem niet erin schoot. Dus ik ging naar links en hij kwam links, maar hij schoot hem net naast de paal. Maar had hij dat niet gedaan, had ik 100% zeker dat ik hem ook gehad. Maar van die strafschoppen dacht ik weet niet meer precies zeker, dat Bakker de laatste erin schoot, geloof ik, of zo. De eerste 3 penalties schoten we er alle 3 in en bij Ajax misten ze alle 3. En toen had je dus een heldenrol en een hoofdrol voor onze keeper Jan de Jonge. Die toen echt de beste wedstrijd van zijn leven volgens mij gekiept heeft. Het was werkelijk onpasseerbaar. Ik geloof dat hij toch 1 of 2 strafschoppen hield ook. En dat de derde tegen de paal kwam of zo, of naast ging. Maar die was werkelijk onpasseerbaar in die wedstrijd. Dan had ik maar een penalty genomen. Maar daar had ik nooit zo'n probleem mee. Maar ja. Ik was nog niet echt tot de orde daarom. Ik denk dat ze zich een beetje verkeken hebben. Dus ze waren sterker, maar nog niet zodanig dat we van de mat werden getikt. Ik weet nog wel dat het ontzettend spannend was, maar ja, echt veel. We hebben penalties verloren, maar ja, het was een hele spannende wedstrijd. Een gekkenhuis, het enige wat ik weet, dat is, ja, je werd van hen naar daar, je werd door de supporters aangesproken, alle journalisten wilden met je praten, je moest op de foto. Maar ja, de andere dag moest je toch weer werken, dus daardoor bleef je toch wel nuchter. Ik begon altijd wat eerder, omdat ik 's middags wat eerder moest stoppen om weer te kunnen gaan trainen. Ik heb er 8 jaar gespeeld, maar met de meeste jongens heb ik 8 jaar gespeeld. Tegenwoordig als ze 1 jaar bij een club zitten, dan lopen ze al het embleem te zoenen. Het slaat nergens op, maar wij hadden, ja, waren vriendenploegen. Dat blijkt ook wel. Ja, het waren allemaal jongens uit Breda. Het gros, zeg maar 3/4, waren jongens uit Breda en de rest kwam uit de regio. En Ad Bakker en ik, dat waren eigenlijk 2 westerlingen. Maar we passen ons aan en als jij aanpast bij NAC, dan word je zo opgenomen. Het is nu ruim 40 jaar geleden en je teert er nog op een wezen. Want het was toch toen de tijd zeer uniek, omdat Ajax eigenlijk een onverslaanbare ploeg was in die periode.
Dat is een goeie. Nou, één op jou. De eerste wedstrijd was tegen Edelinkwijk. Dit waren of tweede divisie dat hij speelde, of amateur. Met Humphrey Meynals was de eerste bruine voetballer die daarin voetbalde. Prachtige duels met Pietje van Dijk. En die, daar wonnen we. Van, het was toch een bewogen seizoen hoor, want we wonnen daar van Edelinkwijk. Daarna was het tegen ADO in de halve finale, in de kwartfinale, halve finale of kwart. Was tegen ADO wonnen met 1-0, Christian Bouwman. Sparta speelde in het Feyenoordstadion, wonnen we ook. En toen zaten we in de finale. Ik heb toen de kwartfinale en de halve finale niet meegedaan. Toen heeft Mario van Dongen me uitstekend vervangen, want dat waren 1- en 2-0 overwinningen. Maar gelukkig was ik voor de finale weer op tijd fit. Ja, dat is een hele tijd geleden. En leuk om te zien. Ja, hier kwamen we vroeger altijd binnen toen ik bij Feyenoord speelde. Maar ook met de finale. En dan ging je de trap op en dan hierboven in de ruimte was, dat was ons spelerzoom. Ja, dat was geen spelerzoom, dat was gewoon een tafel waar bij het publiek was dat gewoon. Daar zat je gewoon tussen. De weg hier naartoe was al fantastisch. Ontzettend veel bussen vanuit Breda en dat was één grote kolonne en dat was een geweldig sfeertje. Dat hadden wij natuurlijk ook nooit meegemaakt als groep en dat was voor ons ook een heel aparte belevenis. Ja. De weken daarvoor werd in de krant iedere dag bijgehouden, want er kwamen iedere keer weer sponsoren bij die bussen sponsorden, want iedereen kon gratis met de bus mee. Ik geloof dat alleen een gulden moest betalen voor een stadionkaart. Ja, we kwamen uit het Klapkot, een toenmalig café in de binnenstad van Breda. En die wilden allemaal bij elkaar zitten, dus we zaten in een bus. Ik kreeg al vrij snel pech met die bus, dus dat moest opgelost worden. Dat was nog in Breda, maar ja, goed, toen gingen we rijden. Ja, enorme kolonnen, gaf een ongelooflijk machtig gevoel ook. Maar dit was dan één kleedlokaal voor ons? Ja, ja, zo was het. Ja. Was één grote ruimte en er was een dubbele toiletgroep bij. Dat was het eigenlijk. Was het dubbel van deze. Daar hebben ze nu twee losse ruimtes of aparte ruimtes van gemaakt. Ja, ik was altijd de laatste van de groep. En ja, dit was meer voor de tegenstander heel erg indrukwekkend als voor ons. Want wij waren het gewend als toen bij Feyenoord. Maar dit, als dan die tunnel omhoog ging, dan de klep van de tunnel en dat publiek dat begon te juichen, ja, dat was indrukwekkend. Weet nog wel, ik heb 3 jaar heb ik zowel bij de stem gewerkt, bij de krant. En deed ik één de week dagdienst en de andere week nachtdienst. Dus het zou best wezen of dat ik uit de nacht kwam of dat ik 's morgens nog gewerkt heb. We zijn niet in trainingskamp geweest. We zijn wel 's morgens bij elkaar gekomen en op tijd richting Rotterdam. Daar in een hotel nog even een dutje gedaan, gegeten en toen langzamerhand naar de Kuip gegaan. Dus, ja. Ik was niet 100% fit, maar ik was wel zo fit dat een gedeelte van de ploeg
mij wel een vertrouwen gaf van zet Stan erin. Ik had mijn Achillespees gescheurd en die was pas geheeld. Ik liep in het gips met krukken. Dus ja, dan heeft het geen zin denk ik om die wedstrijd dan van heel nabij te volgen. Ik was een simpele verdediger en dat is ook de reden dat ik mijn NAC 10 seizoenen volgehouden heb. Wij gingen volgens mij om 11:45 gingen wij middag eten bij Hotel Verbaan toen nog op Teteringenstraat. En toen zijn we successievelijk naar 16 Hoven zijn we gereden. Hebben we daar wat gerust en daarna hebben we wat gegeten en toen naar het stadion. Dat was eigenlijk alles. Een aantal bussen vertrokken, ik geloof 40 of 50 vanaf het Chassé, toen de tijd nog het turfschip geheten. Je ziet foto's van de bands die erbij liepen. Hele bakken bier gingen mee, dat ging allemaal. Het was vreedzaam, iedereen was verkleed. Ik dacht dat toen de tijd ESPC allemaal hoedjes had laten maken. Die zie je wel hier en daar op foto's ook terug. Dus die sfeer die was heel erg optimistisch. En zonder dat er echt veel dronken mensen waren, maar was een vrolijke sfeer. Nou, iedereen liep met zo'n petje op. Zelfs mijn zoontje was toen een jaar, geloof ik, en die had zo'n petje op. Maar die was er niet bij, hoor. Maar daar heb ik een foto van dat hij hier met zo'n petje op zit. Mijn moeder had een geel-zwarte vlag die ik altijd meenam, had ze voor me gemaakt. En we hadden toen ook allemaal die papieren petjes op van ISPC. Alleen mijn moeder was weer heel actief geweest en die had hetzelfde petje gemaakt, maar dan helemaal van stof. En zo stond ik getooid in vak G met heel veel NAC-supporters in de Kuip. De kranten bijvoorbeeld, die stond werkelijk helemaal bol elke dag van nieuws over de wedstrijd en het laatste nieuws. En er werden allerlei acties ondernomen om zoveel mogelijk mensen zo goedkoop mogelijk naar Rotterdam te laten verhuizen. Toen wij eraan kwamen zagen we inderdaad die bergen mensen die we ook zagen staan aan de, terwijl we naar de kleedkamer liepen, aan het bier. En ik heb ook begrepen dat in de rust het bier in de hele Feyenoordstadion al uitverkocht was. Maar toen was er dus een voorwedstrijd en toen werd er al aardig ingeslagen. Die kleine bruine flesjes van Skol in grote gele dozen. En ik geloof dat er 20 of 24 in zaten toen. En dat was maar tikken, want voordat de wedstrijd begon, de hoofdwedstrijd, de finale, was het bier op. In de klas was het ook een hype op dat moment en kinderen enthousiast en collega's enthousiast. Ik had een heel stel hele leuke collega's die erg voetbalminded waren en die zelfs veel wedstrijden van NAC gingen bezoeken. Dus dat was wel hilarisch. Het was een opgewonden periodetje zo. Maar de sfeer die was, ik geloof dat er 42.000 mensen zaten en meer dan 25.000 waren Bredanaars. Met bussen en treinen en auto's en vlaggen en dat was eigenlijk een heel mooi gevoel en je kunt het ook goed op de beelden zien als we dat Feyenoordstadion, als we voor de warming-up of voor de wedstrijd binnenkomen, dan zie je echt de sfeer dat het leefde. En het was geen vijandige sfeer, maar het was gewoon heel prettig om in te spelen, voor de twee kanten, ook voor de supporters. Voor de wedstrijd ook tegen Ati, wou je wel zeggen, maar dat ging niet eens. Het was zoveel lawaai, dat ging gewoon niet. Dit is het, hè. Dit is het geweldige. Ja. En dan gaat er 50.000, 60.000 man schreeuwen. Ja, dan sta je meteen al voor met de wedstrijd om te beginnen. Ja, we waren toch ook favoriet. Het was hier in Nijmegen niet de vraag wie er zou winnen. Dat was al duidelijk, maar met hoeveel wij zouden gaan winnen. Ja, dus ze hadden wel zoiets van, nou ja, dat voor ons een markje. Maar ja, daar liep ook Jantje Peters, Frans Thijssen, dan die Kaziansen, Van Dijnsen. Dus ja, dat liep behoorlijk wat rond. De enige die in mijn ogen een enorme fout heeft gemaakt, was Wiel Curver, de trainer van NEC. Die in de krant in Nijmegen stond een groot artikel in en daar had Wiel Curver, om zijn eigen mannen te motiveren, had hij daar alle spelers van NAC weggezet en daarbij de fotootjes van de NAC-spelers en uitgelegd waarom dat de spelers van NAC per saldo allemaal beter waren
als van NAC. Het was niet zozeer de vraag wat zij zei van wie er gaat winnen. Wij zouden winnen, alleen de vraag met hoeveel. Ik zal nooit vergeten dat we op tijdens de warming-up op het veld liepen, tenminste voor de warming-up, om het veld even te inspecteren. En toen kwam NAC ook aan en die hadden het alleen maar over hoe ze de festiviteiten s'avonds in gingen vullen. En in die week kwam Henk Willems, de trainer, die kwam onze kant uit en die had in de kleedkamer het artikel. Hij zei, nou mannen, hier zie je het zoals ze over jullie denken. En eigenlijk was dat een goede, tussen haakjes, doping, want echte doping bestond, tenminste voor ons, de doping bij ons was na de wedstrijd. Vonden natuurlijk wel dat hun een goed elftal hadden. En wij hadden Daan Schrijvers geblesseerd, Frans Vermeulen geblesseerd, Jan Vergoren, Piet van Dijk. Dus wij waren toch wel wat gehandicapt, zegt een Belg. En, maar ja, we stonden eigenlijk niet zo bij stil dat wij zouden verliezen, dat niet. Ja, het gaf mij altijd een extra boost als je dan hier kwam en je mocht hier spelen. Want dat is een voorrecht dat je hier mag spelen. En helemaal als 17-jarige, als je dan een finale mag spelen, een bekerfinale. Ja, het is indrukwekkend hier. Het blijft een van de mooiste stadions van Nederland, voor mijn gevoel. Zeker als speler, het publiek zit er dicht op. En ja, moet je nagaan als het hier volle bak is. De beker aan zich, die heeft nog bij mijn vader in de kruidenierswinkeltje aan de Vestingstraat gestaan. De originele beker. En gewoon in de etalage, achter een normaal glas. Ja, dat zou de dag van vandaag nooit meer kunnen. Maar in het winkeltje op de hoek Vestingstraat, Oranjeboomstraat, in de kruidenierswinkel heeft hij gewoon de originele KNVB-beker bij mijn vader in het winkeltje gestaan. Redelijk spannend, hoewel dat natuurlijk door een fout van Schellek is. Die corner van mij uit de hoek met Stanley Bies, dat was een cadeautje voor ons. Want die had hij normaal met één hand moeten pakken. En hij raakte maar half en Stanley die scoort. Natuurlijk had er zijn beurt ook iets aan over, namelijk een hoekschop. 11e minuut, hoekschop NAC, stand 0-0. NAC dat mijn vader gewijs in de competitie tweemaal van NEC gewonnen heeft. Erg scherp. Biech, dat scoort! Biech scoort! Stanley Biech. Een fout van doelman Harry Schellekens. Zonder meer een fout van Harry Schellekens. En dan is het Stanley Biech. De man die, zoals ik u zei, graag naar Roda wil. Stanley Biech die NAC op 1-0 brengt in de 11e minuut van de wedstrijd. Ja, er was een corner genomen. En eigenlijk ging de bal naar Harry Schellekens en liep iedereen al weg. Maar ik bleef staan en dan valt voor mijn voeten. Ja, toen was het natuurlijk kippertje. En toen zat hij erin. Ja, hij was op zich een goede keeper, want ja, ik zeg, die kende ik ook natuurlijk. En al zo'n blunder maken, denk ik, jongen, maar ja, het gebeurt wel, zie je wel. En Stanley die stond gelukkig goed opgesteld en die tikte hem mooi binnen. Dus ja, Harry ging daar gigantisch in de fout en ja, dat is natuurlijk sneu voor zo'n jongen, maar voor ons ook. Maar nogmaals, op dat moment was dat nog niet dodelijk, 1-0 achter is nog niet de wedstrijd verloren. Ik had de opdracht gekregen bij Cornus bij de eerste paal te staan, de paal af te dekken. Nou, die bal kwam voor en ik zie Harry de lucht ingaan. En wij waren nou weer bezig om van de goal af te lopen. En ja, ik was rand 16 en ik hoorde, ik denk ik kijk eens even om.
En Harry die lag daar als een dood vogeltje op de grond en Stanley Bies die tikte die bal in. En toen kwamen we 1-0 achter. De eerste goal was toch ook wel heel leuk hoor. Ja, met die kleine, hè, met die kleine Bies. Ja, altijd de grootste babbels, maar hadden we hem toch gemaakt toen. Nou, ik stond er vlak in de buurt. Bij die corner. En ik denk, nou, die plukt schelkens uit de lucht. Alleen die liet hem helaas voor nek vallen. En onze Stanley die was er natuurlijk als de kippen bij om die bal in te schieten. Dat wist bijna niemand. Waarschijnlijk ondergedoken. Die jongen die had natuurlijk een gigantisch veel kritiek over zich heen gekregen. En ja, ik kan me wel herinneren dat hij toen een paar maanden niet bij de club is geweest. Ja goed, daar is iets gebeurd en dat is heel erg uitvergroot. Dat is voor mij niet de reden waarom wij die finale hebben verloren hoor. Maar goed, er wordt altijd naar redenen gezocht als je verloren hebt. Als we die wedstrijd normaal hadden gewonnen, had niemand daar meer over gesproken, denk ik. En nu, 42 jaar later, hebben we het er nog over. Ik weet nog wel heel goed dat Harry een hele tijd ondergedoken is. Want we waren alweer bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. En toen kreeg Harry een uitnodiging voor Jong Oranje, terwijl hij bij NEC nog niet getraind had. Ik weet wel dat hij een trauma aan overgehouden heeft aan die wedstrijd. Hij heeft lang mee maar ook, ik denk ook de rest, en Wielkover. Al de spelers hebben daar wel een traumaatje aan overgehouden. Maar liever hun dan wij. Ja, typisch was dat Hielke de toenmalige trainer van NEC, maar ook gelijk de andere dag belde om me naar NEC toe te halen. Alles was eigenlijk voor mij betreft rond, alleen ja, de clubs. Ik stond onder contract bij NAC, dus ik moest uiteraard moesten de clubs tot overeenstemming komen. Maar ik heb toen een gesprek met NAC gehad en toen, ja, eigenlijk omdat ik het ontzettend naar mijn zin had en mijn contract werd verweten. En toen heb ik gelijk voor 5 jaar bij NAC getekend. Een Arie Delmotte bijvoorbeeld, die speelde tegen, volgens mij is dat Cas Janssen, heet die Cas Janssens? Die, ja, die schakelde niet zo helemaal uit, dat vond ik ook geweldig. Leuke hozer. Nee, ja, maar ja, dat was ook iemand, ja, die deed je ook wel eens een beetje wat God verboden had in het veld. En vooral het laatste kwartier, hè, toen kon hij haast geen doelpunten of hij kon niet goed van me loskomen. Ja, toen spugen, slaan, schoppen. En het mooiste was, ik bleef maar een beetje lachen. Ik dacht, ja, we staan meteen al voor. Het zou maar een rotzooi zijn wat je hier allemaal doet. Dus. Nou ja, kijk, Cas Janssen, dat was natuurlijk een spits die dus kwalitatief niet zo goed was. Maar ja, die dus heel fysiek was. En ja, die ging voor alles. En ja, ik was eigenlijk een identieke speler. Maar op dat moment verloor ik het van hem. In die zin dat hij ja, toch wel wat dingen deed die ik nooit zou doen.
na de rust kregen we het echt moeilijk. En toen denk ik dat het een verdienst is geweest van Jan de Jong, de keeper. Dat kun je ook op de beelden duidelijk terugzien. Dan een beetje geluk, maar goed. Geluk kun je afdwingen, zei een vroegere trainer altijd bij ons. Dat we het met een beetje geluk en toch wel vrij degelijk verdedigd hebben. Dat we het vol hebben kunnen houden. En zeker toen Adi Brouwers uit een vrije trap van Theo. En die bleef een beetje hangen. Toen scoorde hij 2-0. En toen hadden we inderdaad het idee. En nou is het afgelopen. Kun je zien, dan knallen ook ik en iedereen knallen naar voren. En tegen elkaar pepten we elkaar op van. En nou is het afgelopen met die mannen met een grote mond. Daar zullen we eens wat laten zien. Dus dat blijft me wel bij van de wedstrijd. We zien de tijd die hem nu nauwelijks in. Dierks. Brouwers staat daar. Brouwers! Brouwers scoort! Brouwers scoort! Een fout in die defensie, zeg. Met nog 16 minuten te gaan. Scoort Ad Brouwers daar. 2-0 voor NAC. Dat met de rug tegen de muur aan heeft gestaan. Plotseling die uitval. De vrije trap van Dierks. Ad Brouwers is erbij. Het is 2-0. Een vrije trap, hè? Die tweede goal van Theo Dierks vanuit het middenveld. En die plofte zo zeg maar, op de penaltystip neer. En daar stond ik dan, want ja, daar moest je dan op dat moment eigenlijk ook wel zijn bij die vrije trap. En dan was het ook heel druk, er stond eigenlijk iedereen. En die bal, ik sprong daarna met nog een paar spelers en niemand raakte me volgens mij. En die bal die plofte ergens neer. Ja, en ik stond het als eerste toevallig op en draaide de goede kant op en ik kwam precies voor mijn voet. En gewoon met mijn ogen dicht op goal geschoten. Gewoon een schot van een wanhopige, van een blinde, zeggen ze. Nou, het was gewoon een blind schot en nou, hij gaat recht de kruising in. Ja, dat was, je moet geluk hebben. Hè. Het doelpunt viel en ik loop met Theo en ik pak Theo op en til hem op en mij schiet het in mijn kuit. Dus ja, het was kramp en toen eruit natuurlijk. Ja. Toen Adi dus 10 minuten voor tijd 2-0 maakt, ja, dat is wedstrijd gespeeld. Ja, en voor mij is dat nog belangrijker dan het eerste doelpunt. Het 1-0 en hun drukte inderdaad, kregen kansen. Ze gingen er niet in, maar dan heb je toch wel van poeh, als die valt, dan gaan ze er misschien wel erop en erover. Maar toen viel die 2-0 en ja, toen zag je weer nog een kopje naar beneden gaan. En, nou is het wel een gelopen koers. Blunder van Harry speelde mee, maar daarna hebben we nog 80 minuten de tijd gehad om het recht te zetten. Maar hun toenmalige keeper Jan de Jonge, ja, dat was een sta in de weg en dat was natuurlijk een enorme domper. Ja, Jan de Jong was natuurlijk geen echte zeer talentvolle keeper, maar wel eentje met heel veel bravoure. En die hield alle ballen eruit met voeten, met handen, met zijn hoofd. Het lukte gewoon niet om hem te passeren. En we hebben kansen genoeg gehad, meen ik me nog te herinneren. Dus, maar dat mocht niet. Ja, die keepte dus weer een uitstekende wedstrijd. Ik moet zeggen, uiteindelijk, dat hele elftal heeft natuurlijk geknokt voor wat het waard was. Met het uiteindelijk resultaat dat we daar met die beker mochten rondlopen. Ja, het was ook een rare vogel. Ik vond het geen topkeeper. Als we het over keepers hebben, was Harry Schelkens eigenlijk een topkeeper. Maar die dag was hij wel top. En dat, ik denk dat hij de sleutel was voor het succes van NAC. Ja, dat laten we zeer duidelijk weten. En nog wel op zijn plat Breda's. Ik zal nu niet herhalen wat we toen al tegen die gast zeiden. Want dat was wederkerig. Maar dat lieten we wel duidelijk merken, zeker tegen voetballers waarvan wij vonden dat het zeikers waren. Als een Jantje Peters met zijn gedraaien en met zijn ballen breed geven. En dan een grote mond. Dus die hebben we redelijk bij de tijd gezet. En ik weet goed, in de periode dat ik bestuurslid was bij NAC van 2 tot 98 speelden wij tegen NEC. Als bestuur gingen we mee. En toen zat bij NEC in het bestuur zat Seije Visser. Die speelde toen. Als een stopper of een middenvelder, zo'n hele lange vent. En ik gaf hem een hand. Hij zei, ik luister, is van jou ook nog steeds ziek van 1973. Want we hadden dik van jullie moeten winnen. En we verliezen potverdorie nog ook. Nou, dat verziekt heel mijn voetballeven. Dus wij hebben dat er wel in gegeven bij die mannen. We hebben 4 keer de bekerfinale gespeeld. Ik heb hem dan 2 keer als speler meegemaakt en 2 keer als bestuurslid. Alle 4 keren verloren, maar die eerste is me toch het meeste bijgebleven. Ja. We begonnen met Bert Peters, die was trainer en die werd wedstrijd of 7-8 voor het einde vervangen door Henk Willems. En dus met Henk Willems trainer hebben we toen de beker gewonnen. En het mooiste vond ik eigenlijk, en dat was ook redelijk emotioneel, dat na afloop van de wedstrijd dat wij
in de kleedkamer kwamen. En dat het bestuur kwam en ook mensen. Maar dat ook meneer Peters, de trainer die een aantal weken van tevoren was weggestuurd. Dat hij zo sportief was om ons allemaal te feliciteren. En ook de trainer. Dus als je praat over mensen die klasse hebben, dan vond ik dat die meneer Peters, zo stond hij ook bekend. Die had ook echt klasse, omdat op dat moment, terwijl hij weg was gestuurd, toch, en hij meende het nog volkomen ook, dat hij ons kwam feliciteren. Het was natuurlijk ook een klein beetje zijn verdienste dat we de beker hadden gewonnen. Terugreis van Rotterdam naar Nijmegen, ja, dat leek wel een begrafenisstoet. Dat kan me wel herinneren. Ja, na afloop is natuurlijk eerst die ereronde, hè, met de badjassen aan. Dat is ook al heel apart, met een badjas aanlopen door het stadion. En dan zo'n ereronde maken, dat is natuurlijk fantastisch. Ik zat vrij hoog in het stadion, maar ja, we kwamen steeds verder naar beneden, kan ik me nog herinneren, om zo dicht mogelijk bij de spelers te zijn. En ja, ik wilde graag uit die Brouwers, maar goed, hij is 2 jaar leraar geweest voor mij, ook in de lagere school. In de 3e en de 5e klas van de Peters en Paulus. Dus ik wilde graag heel dicht bij die Brouwers komen, maar nee, dat lukte toch echt niet. Nee, dit is toch veel beter als dat een kunstgrasveld hebt. Ja. Hier kunnen tenminste de slijding op maken. Dat kan ik nooit meer vergeten, jongens. Echt niet. Zo mooi dat is. Dat is het mooiste van heel mijn betaalde voetbalcarrière. Wat ik dan achteraf hoorde, de spelersvrouwen van NEC dachten al, die zaten op de ereplaats een beetje. En onze vrouwen zaten een beetje verspreid. Dus ze hadden al helemaal rekening gehouden dat zij de beker zouden winnen. Nou, dat viel dus vies tegen. Dus we hebben daar best een mooi feest van gemaakt, moet ik zeggen. Wel een buschauffeur die ook hield van hard rijden, dus die werd ook wel een beetje opgenaaid door ons toen. We waren allemaal jonge gasten. Dus die ging op een gegeven moment over de vluchtstrook rijden. Dus kwamen als een van de eerste bussen aan. Dat vonden we wel stoer, van die buschauffeur. Niemand had erop gerekend. Dus als de donder liet Wim Merks, of de burgemeester Merks, bellen dat het gemeentehuis open moest zijn, enzovoort. En ja, er was heel weinig te drinken, er waren geen hapjes. Het was één grote rotzooi was het eigenlijk. Maar ja, dat maakte het juist zo leuk. Voor ons doen niets besproken, maar we zijn toen teruggereden naar Breda. We zijn halverwege moesten we de bus uit, want het was zwart van de mensen. We zijn toen naar de markt gelopen. Daar konden we amper doorheen komen en toen zijn we op het stadhuis, op het Boudhuis gehuldigd. Het was eigenlijk voor ons een hele verrassing, want we hebben er nooit bij stilgestaan dat we zouden winnen eigenlijk. Na de wedstrijd ook, als je dat op de markt ziet, ook heel die markt vol met mensen. Dat zie je dan, maar dan zou je, hè, wat gebeurt hier? Ja, dat heb je zelf wel veroorzaakt natuurlijk, maar dan dringt het eigenlijk pas tot je door. Ik weet daar niks meer van, nee. In die euforie, ja.
dan gaat alles als een droom aan je voorbij. Super was het. Echt super. Dat is ongelooflijk. Die nacht was, ik geloof dat ik 5-6 uur thuis was. Dat je de eerste kranten ziet natuurlijk. En de beleving van de supporters was gigantisch. Een geweldig festijn op de Grote Markt. En ik, vreemd genoeg, tot een uur of 6 doorgegaan zonder moe te worden. Dus je ziet wat euforie doet. We hebben 's morgens vroeg al de krant zitten lezen. En toen ben ik om een uur of 6, tegen 6 denk ik, naar huis gereden. En toen kwam ik er aan de sfeer aan en kwam voorbij mijn toenmalige werkgever. En er stond een busje te wachten. Ik zei, hallo, wat staan jullie te doen? Ja, op jou wachten, ik moet mee gaan werken, want dat was vrijdags na de hemelvaartdag. Ik zei, nou, als je het niet erg vindt, ga ik naar bed. Maar die wisten ook helemaal niet, dat was toen helemaal niet. Die wisten helemaal niet dat ik een bekerfinale gewonnen had of zo. Dus ik heb ze vriendelijk bedankt en ik zeg, wel rustig, ik ga naar bed. Ik ben in ieder geval thuisgekomen, maar hoe? Dat weet ik niet. Nou, ik weet nog wel dat de huldiging, maar daarna weet ik niet zoveel meer van, want het bier dat vloeide rijkelijk, ook bij ons. Hoeveel dronken ik geweest ben, dat durf ik niet eens te zeggen, maar ik lustte hem ook wel, dus dat zal heus wel.